Wat krijgen we nou eigenlijk? Onze Nederlandse soep. Oh ja, onze Nederlandse soep. Ik moet altijd, ik vergeet al wat wel hoe de volgorde is, maar dan moet ik ook even mijn iPad aanzetten, want ik kan die teksten niet onthouden, want ik word ook een dagje ouder. Zie je het aan me? Zak langzaam weg, hè? Ja. Maar we hebben net de Schubert gedaan en Griek. Maar we hebben ook in Nederland een fantastische componist-liedjeschrijver gehad. En dat is Jules de Korte. Ja! Oh, u zegt allemaal, ja, u kent hem ook nog wel. Het is wel een beetje van vroeger, hè? Ik weet niet, wanneer schreef hij nou die liedjes? Jaren 60, 70. Dat is ik ben in 75 geboren, maar wij hadden thuis een prachtige cd. Dat heette Ingelijst. En dat konden we dan dagen achtereen zo luisteren, omdat die teksten allemaal zo mooi waren. En hele mooie pianobegeleidingen die me altijd aan Schubert deden denken eigenlijk. Hè. En we hebben dus nu, ja, het is een beetje een droevig lied, want ook al ben ik heel vrolijk van gemoed. Ik hou heel erg van zielige muziek, dat zal je de hele avond wel merken. En dus ik ga nu een heel mooi lied zingen van Jules de Korte en dat heet Als je overmorgen oud bent. Nou, dat zijn jullie allemaal nog lang niet, maar dat is dan voor over 30 jaar, weet je wel zo. Maar de tekst is zo schitterend en ik denk dat hij het ook, wanneer heeft hij, misschien dacht hij, lag hij al een beetje met een been in het graf of niet? Nou, ik weet het niet. Nou ja, het is een beetje zielig en met de vergrijzing is het heel actueel. Thank you.